Hetzelfde, mevrouw? Hetzelfde. Gezondheid, mevrouw. Gezondheid. Gaat niets boven een glaasje champagne? Eh? Nee, dat is waar. Alhoewel champagne eigenlijk meer iets is voor zomers. Weet ik niet zo. Ah, niet dat ik elke dag champagne drink, zomers. Enkele keer op een verjaardag, begrafenis. Ik krijg er nogal gauw oprispingen van. U niet? Nee. God zij geloofd. Een solide maag, hè? Erfelijk zeker. Het zou kunnen. Alhoewel mijn broer Paul regelmatig maagklachten heeft. Het zit in de familie. We hebben toch al een weertje, hè? We mogen niet klagen. Weer fase 2 in Hoop België. Want nou, het schijnt hebben we het warmste jaar gehad in de geschiedenis van de planeet. Nee, toch? Nou, het schijnt. Maar ondertussen is de Noordpool aan het smelten. Al dat ijs smelt en vloeit naar beneden, naar Antwerpen. Wanneer? In deze dagen. Dan wordt Antwerpen weer het Venetië van het noorden. Misschien wel. Om niet te spreken van de ozonlaag. Die gaten in die ozon. Ah, ze zeggen zoveel. Zal onze tijd wel duren, hè, mevrouw? Het is te hopen. U komt hier niet dikwijls, broer. Ik heb u hier nog nooit gezien. En ik heb ongelijk. Het is een
aangename gelegenheid. De mensen zien er betrouwbaar, beschaafd uit. Voor hun stand, toch? Want tegenwoordig heb je cafés steeds meer en meer met onbetrouwbaar volk. Direct klaar om bierglazen kapot te slaan en in elkaars ogen te duwen. Nou, dat zou ze hier niet moeten proberen. Rion zou er meteen weg mee weten. Hij is kampioen van Oost-Vlaanderen geweest in zijn tijd in de Grieks-Romeinse stijl. Hé, Rion? Ja, geweest. Maar als het moet, kan ik altijd nog een paar greepjes toepassen. En als me dat niet meer lukt, heb ik hier altijd nog mijn oude tweeloop. Bang, bang! Precies, de vlam erin. Ben ik fout of woont u hier in de buurt? Ik woon in de Keizerstraat. Ik heb me gek gezocht in 4, 5 cafés in de omtrek. Maar het stond toch duidelijk op dat papiertje op de deur? Het eerste café rechts. Ja, maar rechts van welke richting? Vanuit de Maastraat rechts of rechts vanuit de Mechelse Steenweg? José, hoe oud ben je? Rechts vanuit mijn huis natuurlijk. En waarom bent u niet thuis? Ik dacht dat er wat gebeurd was. Wat zou er in godsnaam gebeurd zijn? Iets met u? Met mij? Ach, mijn schaapje, heb je daarover zorgen gemaakt? Natuurlijk. Ook iets nieuws? Nee. Er is niets met mij gebeurd. Ik amuseer me hier perfect. Ik was net in een zeer interessante discussie gewikkeld met meneer hier en de baas over de ozonlaag. Zeer gevaarlijk, naar het schijnt. Ga zitten. Maar we blijven hier toch niet? Wat is er mis met dit café? Gaan we niet naar uw huis dan? Liever niet. Ik heb gebakjes bij me als dessert. Gebakjes? Met slagroom, zeker? Ja, en 2 met chocola. Slagroom, chocola. Hoe haal je het in je hoofd? Met mijn cholesterol. Ga zitten. En, hou je je jas aan? Leo! Voor mij hetzelfde. En voor jou? Voor mij een spa. Zonder. Geef hem een spa. Hoe lang blijven we hier nog, moeder? Heb je haast? Nee. Jawel. Jij wil zo snel mogelijk terug naar je huis. Voor 1 keer dat ik de eer en het genoegen heb je te zien. Zitten we hier niet gezellig? Zeer. Heb je honger? Nee. Nou dan. Ik dacht dat wij afgesproken hadden. Wat hebben we afgesproken? Om uw verjaardag te vieren. Nou, we vieren toch? Jippie! Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip, 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 hoera! Hip, 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 hoera! Mama, gewoonlijk vieren we uw verjaardag toch bij u? Daarom juist deze keer niet. Die oude zeden en gewoonten van de oude Belgen. Is elk jaar hetzelfde. Kusjes, cadeautjes en nog vele gelukkig jaren. En wat jammer dat papa er niet meer bij is. Bah. Komt Elise later? Nee, ze kon niet. Ze wil niet? Jawel, niets liever, maar met haar artritis. Merkwaardig. Elke dag van het jaar kerngezond. Roze wangen, over en weer huppelend van hier tot ginder. Van de week watches naar de uitverkoop. En uitgerekend vanavond, wat heeft ze? Artritis. Dat kan toch gebeuren? In de beste families. Nou, op uw verjaardag. Wie kan het wat schelen? Mama, u bent hier niet thuis. Dat
Had ik al gemerkt. U heeft groot gelijk, mevrouw. De lucht op, hè? En waar jij nu is, is er geen plezier. Mijn idee, de vlam erin. Jij hebt je lintje aan. Bravo. Ik dacht, alles wel beschouwd. Is het een feestdag? Zeker weten. Een erkende, plechtige nationale feestdag. Afgedrukt in de succesagenda. Mevrouw Leontine de Vos. Wettige weduwe van kolonel Robert de Vos. Geboren 1940. Gestorven 1992. Hoe bedoelt u? Grapje! Grapje! Nog lang niet, knulletje. Nog lang niet. Reken er maar niet op. Je bent geschrokken, hè? Heb ik je beet gehad? Jij zag jezelf al in het zwart. Geef toe. Zwart pak, lintje op. Slikkend bij de crematie. Met Elise naast je. In een zwarte sluier. Door oogbenen in zwarte panties. Geef toe dat je dit 1 seconde op je netvlies hebt gekregen. Geen seconde. Maar ik ben wel even geschrokken. Mag ik? Nog lang niet. Kereltje. Gaan we in de stad eten? Ah, je hebt geen honger. Als je wilt, er is toch niks op de tv. Het Rad van Fortuin? Met de zesdaagse, de finale van de boegenkoers op de TV 2 om 11 uur. Ik kan elke avond naar de tv kijken. Ik doe niks anders. Als alle oude wijven alleen. In elke straat, elke flat, de stad vol met weduwen voor de buis. Ik zat in de keuken. Kaarsen aan. TV aan. Te wachten. De dood in de pot. En ik dacht, zo meteen komt hij eraan. Met Elise. En dat is mogelijk nog erger. Gezever over kantoor. En zij over de artritis. Of over de laatste inspuitingen met collageen in de wangen. Of over de sterrenteken dat gunstig staat, of niet. En na het eten, Scrabble. Met Elise die mekkert dat ze nooit de goede letters krijgt. Ze krijgt ook nooit de goede letters. Wat jij ooit in dat mens gezien hebt, ik zal er nooit achter komen. Een moeder surrogaat. De dood in de pot. Mama, ik zou u meer willen bezoeken. Echt waar. Hoe vaak zeg ik dat niet aan Elise? Laten we nu morgen of overmorgen eerst en voor alles naar moeder gaan. Maar u weet hoe dat is. Je hebt je werk, je zorgen, je bezigheden. Alsjeblieft. Voor u. Voor uw verjaardag. En nog heel veel gelukkige jaren. Heb je dit gekocht? Het komt van Elise. Van haar moeder eigenlijk. Ze heeft dat geërfd. Zeg haar dat ik het bijzonder mooi vind. Elegant. Bedankt. Elise houdt er niet van, zeker? Toch wel. Ja, natuurlijk wel. José. Niet jokken tegen je seriele moeder. Elise zei dat jou dat veel beter zou staan. Juist omdat het doublé is. Mama, dit is goud. José, je hebt stront in je ogen en Elise ook. En Elise's moeder, die had zeker stront in de ogen.
Meneer, zegt u het eens. Ik heb mijn contactlenzen niet in en ik zie niet verder dan mijn neus lang is. Maar kijk hier eens naar. Mama. Een onbevooroordeelde opinie. Een zieke dood? Ja, maar is dit nu doublé of niet, of ben ik seniel? Nou, volgens mij... Het zou kunnen. Ja, aan de andere kant... is het geen goud en lijkt het op goud. Leon? Leon heeft nog in de diamant gewerkt. Is het goud of niet? Dat is plaqué. Doublé, dat ziet een kind. Voilà, voilà. Geef ons nog een rondje, Leon. Voor ons, voor meneer en voor u. Voor mij zal het de jongen klaren zijn. En ga dit nu niet meteen aan je vrouw vertellen. Wie denk je dat ik ben? Er is al genoeg ellende in de wereld. Dat is een mooie doublé ook niet om in de vullersbak te gooien. U wordt toch al verwend, mevrouw? Zeg dat wel, en niet verdiend. Want daar gaat het om. Verwennen mag, als het maar niet verdiend is. Daar is iets van. En de kinderen? Emilie is wat aan het kwakkelen. Met haar angina. Heeft ze van je vader. Had ook altijd angina, weet je nog? Elke herfst, elke lente, dag of drie in bed. En kwaad en vloeken. Hij wou bij zijn manschappen zijn. Dag en nacht. Mama, zullen we nu toch maar niet naar huis gaan? Naar mijn huis of naar jouw huis? Elise zou het zeer op prijs stellen, ik weet het zeker. Goedenavond allemaal. Ja, Rosa. Rosa, gedomme. Later op de avond, een schone volk. Kijk nou eens daar, de mens. Maar wie we hier hebben, wie had dat durven denken? Dag, Josetje. Dag. Wat een prettige verrassing na al die tijd. En bij Leon, dit is toch jouw soort café, niet? Ik kwam toevallig even langs, zomaar. En een nieuwe bril, schildpad. Alsjeblieft, staat je goed, hoor. Beetje ouderwets, deftig. Oh, goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Of ik moet me heel erg vergissen, of u bent José's mama? Jazeker, nog altijd. Je merkt het meteen. Zo'n nobel neusje. Ja, ja, precies dezelfde neusvleugeltjes. Een ondeugend, bijna Parijs neusje. Krullende bovenlip, kin die wat wijkt. Nee, je kan het niet wegsteken. Wat zal het voor jou zijn, Rosa? Vanavond een Kir Royale, Leon. Bier Royale hebben we niet. Champagne, zoals mevrouw hier, met een vleugje cassis. Cassis hebben we ook niet. Nee, doe me dan maar hetzelfde als mevrouw. Een kleine koep. Wat mag ik u offeren, mevrouw? Nog zo eentje? Waarom niet? Breng ons een fles, Leon. Op jouw rekening? Nee, voor mij. Ja! Goed zo. We vliegen erin vanavond. We leven maar één keer, nietwaar, mevrouw? Eén keer en nooit meer. Dat is lang geleden, hè, Josetje? Wil je me niet met Josetje aanspreken? Wat is daar verkeerd aan? Zo heet je toch? Of ben je incognito? U noemde hem vast vroeger ook vaak Josetje. Nee? Niet zoveel. Nou is het niet ongewoon dat men vooral als puber een zekere afstand neemt van zijn naam. Wij zijn, denken we dan, slachtoffer van onze naam. Want als iemand onze naam zegt, dan spitsen wij meteen onze oortjes. We staan in de startblokken. We gehoorzamen als lakeien. Althans, zo voel ik dat. Komt daar nog bij dat men meestal je naam verkeerd uitspreekt. Zo noemen ze mij bijvoorbeeld Rosa, terwijl ik eigenlijk Marie-Rose heet. Marie-Rose Destree. Een Franse naam? Juist, ja. Ja. Mijn ouders waren hugenoten. Rosa, Rosa, je ruikt naar
Bemoeien! Jij bemoeit je met je eigen. Zie je niet dat ik aan het converseren ben? Maar wat is het te zien? Bevalt het je niet? Kijk dan naar de andere kant. Jij bevalt me, Moza. En of je me bevalt. Ik heb ook chance dat op mijn leeftijd wie aan dat durven denken. Oh, maar u komt pas kijken. Oh, wat schattig dat u dat zegt. Maar ik weet helaas beter. Zoveel watertjes, mevrouw. Nou, gaan ze mensen het allemaal kon zeggen. Niet waar, Josetje? Je hebt mij nooit verteld dat je mevrouw kende? Ah, we kennen elkaar al van in het stadszwembad. Ja, we hebben vele watertjes doorzwommen, hij en ik. Venetië, Megève. Oh, Megève. In Megève stapte hij mis toen hij de skilift in moest. Hij stapte vlak naast de plank. Veel te opgewonden natuurlijk. En hij valt en hij rolt en hij blijft maar rollen. Piepend als een veldmuisje. Toen hij overeind kwam op één been was hij net een sneeuwman. Daarna is hij een week lang in het hotel gebleven met zijn enkel in het gips. Maar ik heb hem verzorgd hoor. Hé, zeg niet dat ik jou niet verzorgd heb. Want ook mijn vakantie was verpest. Want toen wilde hij niet terug naar Antwerpen omdat hij zo bleek was. Niet getreurd, we hebben samen onder de hoogtezon gelegen in het hotel elke dag. En in de bar Sebastien, in de Huidevetterstraat, daar was hij het kereltje hoor. Gebronst en wel. Maar ik zit te kleppen. Wat brengt u in godsnaam hier in de buurt? Die entre nous nou niet bepaald de meest representatieve van Antwerpen is. Mijn verjaardag. Vandaag. Tot middernacht. Gefeliciteerd. Had ik het geweten, had ik een orchidee meegebracht. Had perfect gepast bij uw tent. Oh, maar José heeft mij al gewend. Hmm. Voor mijn verjaardag? Meesterlijk. Magnifiek. Ach, hij heeft toch zo'n goede smaak. Het is weliswaar doublé. Maar toch? Nou, doublé, dat is soms veel chiquer. Wat is goud, hè? Tegenwoordig kan elke paardenslager goud kopen. Ben ik helemaal met u eens. Het is de intentie die telt. Woont u in de buurt, mevrouw? Op het ogenblik ben ik nergens woonachtig. Door omstandigheden. Te gortig om te vertellen. Ik ben een beetje aan het zwerven. Ik verwacht geld, achterstallig geld van een aantal heren. Maar tegenwoordig is het blijkbaar voornaam om je schulden niet te betalen. Zodat ik, hoe zou ik het zeggen, afhankelijk ben van de genegenheid van vreemdelingen. Dat is wel heel treurig. Ja. Ik ken het gevoel. Ik ben ook afhankelijk geweest. Weliswaar van geen vreemde, maar toch van mijn man Zalig. Een brave man, daar niet van, maar zeer, zeer gehecht aan zijn manschappen. Als u dat kunt begrijpen. Hij was zo gesteld op discipline en soldatentrouw en zo met zijn manschappen dat er weinig genegenheid overbleef voor zijn gezin. Mama, dat interesseert Rosa niet. Natuurlijk wel. Rosa is je vriendin. En als ik iets over je achtergronden vertel, dan zal zij beter begrijpen dat als jij je soms heel dikwijls afstandelijk en nukkig en bits gedraagt, dit de genen zijn van je vader. Die ongelukkigerwijs kolonel zijnde... Mama, schrei uit! José! Wil je je mama laten uitspreken op de verjaardag nog aan toe? Ze heeft toch het beste met je voor, het allerbeste? Zoals ik. Je zou moeten beginnen te leren te aanvaarden, eigenzinnig als jij bent, dat er mensen zijn die jou zonder bijbedoelingen zeer genegen zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk en toch is het zo. Beginnen, leren, aanvaarden, wat moet ik nog meer? Oh. Waar ga je naartoe? Naar de wc. Mag ik? Tuurlijk, jongen, ga maar! Als je maar gauw terugkomt. Uw José is een aardige jongen, maar hij beseft het zelf niet, geloof ik. Maar zo saai. Zo saai. Vindt u? Ik vind van niet. Maar gelukkig is hij gelukkig getrouwd, hè? Of niet? Oh. Hoe kun je zoiets te weten komen? Staat hij daar nu? Aan de toog? Nee. Ik ben mijn lenzen vergeten. Oh. Ik had namelijk een rare bui thuis. Ik ben ineens de straat opgelopen. Ineens kwam er iets over mij. De dood in de pot. Ja, ja, ja. Ik dacht, ik spring bij de McDonald's binnen, prop me vol, twee superhamburgers tot ik gekalmeerd ben. Maar toen dacht ik dat ik straks niet meer in mijn tailleur van Chanel zou kunnen. Ik moet me er nu wel in persen. Ja, ja. Want ik wil, verklap dat niet, dat José in mijn tailleur gecremeerd worden. Wat?
Jij trapte erin, hè? Ja. Wat? Jij geloofde me, hè? Nee, hoor. Nee, hoor. Nog lang niet. Nee, ik dacht wel. Dat is een grapje. Alhoewel ik er soms aan denk. Elke dag eigenlijk. Een paar keer. Of je afscheid moet nemen, bijvoorbeeld. Van je kennissen. Van je kind. Ach, ze merken het wel als het zoveel is dat je er niet meer bent. Ja, je hebt een treurige dronk, mevrouwtje. Ik ben niet bang om er niet meer te zijn. Ik kan tegen een duwtje. Ook tegen dat laatste duwtje. Naar de overkant. De vlam erin. Gezondheid. Gezondheid. Ik was van plan oud als de straat te worden. Ja. Gammel en boordevol kwalen, maar nog altijd hupsakee. Oh, hupsakee. Oh, hij ziet eruit alsof hij in zijn broek gedaan heeft. Alsof hij door ons de scheiterij heeft gekregen. Als een regen, ja. Waarom zitten jullie zo te lachen? Om mij? Om die anders? En waar ging het over? José, je vriendin is heel amusant. En ik vind jou mama een uiterst aangename dame. Dank je, Rosa. Waarom wij er nog eentje nemen? Ik heb net afgerekend, man. Ja, Leon, hetzelfde. Nog eentje, José, voor mijn verjaardag. José, je nou die nukken gaan doen. Spelbrekertje. Hij is op zijn teentjes getrapt. Kom, schatje, kom erbij zitten. Wil je niet aan me komen? Oh, als je erop staat. Wat kom je eigenlijk doen? Een glaasje drinken, een redelijke verfrissing, zoals iedereen. Wat scheelt er toch? Bemoei je niet met mij. Een glaasje drinken, gezelschap zoeken en een beschaafd, onderhoudend iemand op mijn weg vinden, zoals jouw mama. Ik doe toch niets verkeerds? Ik zou het op prijs stellen als jij je glaasje aan een andere tafel ging drinken. José, waar zijn je manieren? Ja, als ik je daarmee van dienst kan zijn, daar heb ik niet het minste probleem mee. Arrivederci. Geen sprake van, ze blijft hier. Voor één keer dat ik onder de mensen kom en een leerzaam gesprek kan voeren. Het lijkt wel alsof jij het me kwalijk neemt dat ik mij amuseer. Waarom doe jij zo raar? Zo heb ik hem niet opgevoed. Waarom doe jij zo tegen mij? Dit is de eerste keer dat hij zich zo raar gedraagt tegen me. En we hebben toch vele watertjes doorzwommen, niet waar, Fan? Jij doet het voorkomen alsof ik en jij... alsof wij iedere dag gaan biljarten samen. José, biljarten. Ja, biljarten, ja. Biljarten. Ik heb het nog nooit zien doen, hè? Zijn vader Mel. Die komt biljarten. We hebben thuis al 7 benen staan. 3 band. Ik heb jou godverdorie in geen 10 jaar gezien. Ah ja? Weet je dat zeker? En op Joe's begrafenis, hoe lang is dat geleden? En op dat dinertje naar Madame Butterfly bij de Italiaan? Jij was niet bij me weg te slaan. Ik niet bij jou weg te slaan? Ja, ja, ja! Doe nou niet net alsof jij geen boontje van Rosa hebt. Een spersieboontje. En boontje komt om zijn loontje. Ja. Ik ga naar huis. Oké. Okay. Doe dat. Ga dan. Naar Elise. En de kinderen. Ga Elise de artritis verzorgen. Masseren. Hier, neem je taartjes mee. Nee? Kom hier. Geef me een kus. Lelijkert. José. Geef je moeder een kus. Josetje. Geef je mama een kus. Ze heeft het toch dubbel en dik verdiend? Hetzelfde geld was je er niet eens. Ja, oh, ja, hij is lief. Oh, Josetje, ja. Het
zo niet, knulletje. Kom hier. Oh, moeder en kind. Ja. Hop, vrouwelijke zoek. Dat is mijn liefde. Moeder liefde. Ja, nee. Ik heb in mijn jaren zo gelachen. Zie hem daar zitten, mijn kind. Als heb je een bijtje, ja. Hier, bijt. Het is mals vlees. Je hebt nu wat ketchup op, Leon. Wil je niet? Ben je vies van mijn vuil? Je hebt wel mijn worsten gebeten, vroeger. Oh, Jezus Christus allemaal. Op de vele gelukkige dagen die nog moeten komen. Dagen, ja? Ik ben zeker. Ach, Rosa, waarom heb ik jou niet eerder ontmoet? Kun je Scrabble spelen? Scrabble? Dus met die blokjes en met die moeilijke woorden. Nee, nou, dankjewel. Leon! Hetzelfde! Nee, niet hetzelfde. Dat hebben we toch al op. Een ander van hetzelfde soort! Niet onnozel doen, Rosa. Oh, jij Pintje, precies. Alhoewel het waar is wat je zegt. Een grapje, maar waar. Ik maak ook van die grapjes. Al lachend zegt de zot zijn mening. Nee? Ja, precies. Nou ja, zeg. Ja, kind? Moet dat nou? Moet dat nou voor heel het café? Het is jouw schuld. Jij maakt mij nerveus. Nou, in een nightclub in Marrakesh, waar ik vaak gewerkt heb, was boeren niet alleen toegelaten tijdens het diner, maar zelfs gewenst. Ja, je moet eraan wennen. Marrakesh, ja, daar hoor je thuis. We kunnen veel leren van de cultuur van vreemde volken. Zelfs van de derde wereld. Ja, ik heb alleen nog maar een halve. Gezelligheid is er niet bij, bij dat kind van mij. Het is vreemd, want ik ben een geboren optimist. Zijn vader was dat ook, als je alle voor- en tegens optelt. Als zijn vader in zijn goede doen was, dan kon je echt met hem lachen. Niet dat hij geestig was, nee, maar hij had zo'n raar komiek koppie. Olijk, dat was het meer. Olijk, ja. Nu schijnt het, zelf heb ik het nooit gehoord in al die jaren, dat hij heel leuk mopjes kon vertellen. Als de moraal van zijn manschap op een laag pitje stond, vertelde die schijnt het de ene bak naar de andere. Hij had een notaboekje met wel 100 moppen die het er zelf had ingeschreven. Althans, hij had alleen de trefwoordjes erin genoteerd in heel kleine lettertjes. De trefwoordjes? Ja, bijvoorbeeld stond er een lul van beton. En dan wist hij welke mop het was. En welke mop was dat? Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb het boekje nog. Het ligt in mijn kluis. Ik zal het je tonen. Misschien dat jij die moppen thuis kunt brengen. Hallo, wat bestaan je? Ja, moppen, dat is meer voor mannen, vind ik. Om de dames te baren, zal ik thans als man een mop vertellen. Ja, Josetje. Eén uit papa's boekje. Nee, één uit het leven gegrepen. Een hoge officier uit het landleger is alleen thuis met zijn zoontje. De moeder is op dat ogenblik al 4,5 dagen in de kempen bij haar zuster. Het jongetje is bang voor zijn vader. De hoge officier vindt dat naar en besluit daar iets aan te doen. Hij neemt het jongetje onverwachts op zijn schoot en begint hem een verhaal te vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Het helpt niet, het jongetje blijft sidderen voor zijn vader. En van angst pist het kind in zijn broek. En dus ook op de broek van de kolonel. Deze wordt kwaad, zo kwaad dat hij het kind 5, 6, 10 armen hebben om zijn kop geeft. Het jongetje sterft, drievoudige schedelbreuk. En om elk spoor uit te wissen, snijdt de kolonel het lijkje aan stukken en geeft die stukken te eten aan zijn Duitse schaper Mirza. Grapje, grapje. Ben jij nu tevreden over jezelf? Nou? Lach. Wie? Jij. Lach om hem op. Krijg ik dan die... 10.000 francs. Je kan hem mee naar Marrakesh. Ha, 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 ha.
Dankjewel, Joseetje. Hoe noem je mij? Joseetje? Nee! Zee! Helemaal betoeterd! Nee, het geeft niet, Leon! Het geeft niet! Nee, het geeft zomaar niet! Nee, het geeft niet! Zie je dat je zoon een boontje voor me heeft? Een spersieboontje? José, jij smeerlap. Ik schaam me dood. Heeft hij pijn gedaan? Ja. Erg? Ja, maar dat was de bedoeling. Nee, het is niet erg. Een paar mepjes van niks. En een mep af en toe, dat kan geen kwaad. Nee, integendeel. Het kalmeert en het zet je op je plaats. Maar dat had je nu echt niet verdiend. Misschien wel, zonder dat ik het weet. Hij had je een drievoudige schedelbreuk kunnen slaan. Dat was geloof ik de bedoeling. Zo. Wat hebben we hier? Een durf al. Een kamikaze, weet je, die zijn tegels niet kan thuishouden. Laat me los. Laat me los. Als een zoete jongen zeg je nu, ik zal het nooit meer doen. Ik zal het nooit meer doen. Laat ik het nooit meer zien, hoor je me, pummel? Nog één keer één verkeerde beweging naar Rosa en ik trek je de oren van je kop. Ja, meneer, sorry. Ik hou jou in de smiezen, makker. Jij kunt geen moppen vertellen. En onze Mirza was geen Duitse, maar een Mechelse schaap. Voor jou. Voor je verjaardag. Dat is pas in februari. Ik ben een vis. Misschien zie ik je niet meer. En dan heb je dit alvast. En ik hoef het niet in mijn testament te zetten. Ik word wel verwend door de familie vanavond. 10.000 frank en een prachtige gouden broche. Stouble. Dit is het mooiste cadeau dat ik ooit in mijn leven heb gekregen. Kom. Ik heb al veel cadeau gekregen in mijn leven. Van vooraanstaande figuren, hoogwaardigheidsbekleders en zo. Nog een mop? De laatste. Niet uit het notaboekje van de kolonel. En niet uit het leven. Mijn duvel. Leon, geef meneer eens gauw een nieuwe duvel. Voor mij nog een champagne, Leon. Er is geen champagne meer. Ook geen halve. Nee, het was de enigste. Weet je het zeker? In de kelder, ga eens kijken. Ach, we verkopen bijna geen champagne, mevrouw. Onze klanten drinken iets anders. Het is niet het soort café. Doe me dan maar een jonge klare, Leon. Mij ook. Alhoewel het niet de beste remedie is voor mijn maag. Maar we leven maar één keer, hè, Rosa? De vlam erin. Zo, jij bent een vis. Over het algemeen zijn vissen nogal koelbloedig. Koel van aard.
Maar je hebt vast een vurig antecedent. Hoe laat ben je geboren? Te laat. Was Mozart geen vis? Daar staat mij iets van bij. En minister... Hij is een kreeft. Lastige mensen. Hebben het lastig en maken het iedereen lastig. Hun leven lang. Meer dan van de sterren of van de sterrenbeelden ben ik het kind van een Belgisch officier. Dat schept vaak onoverzienbare moeilijkheden in de omgang met andersdenkenden. Maar dat mag de pret vooral niet drukken, geloof ik. Het vereist alleen van dergelijke gedoemde erfgenamen een grotere soepelheid dan ik soms kan opbrengen. Ik denk dat ik maar eens opstap. Dat lijkt me het beste voor ons allemaal. Dan groet ik u, moeder. En ik jou. Jongen. Dag, Rosa. Misschien. Ja, misschien. Dank je wel. Dag. Dag, meneer. Hou je kalm, makker. Tik eraan dat ik geen klachten hoor. Last van je maag? Wil je een glas melk, zou ik het vragen? Leon zou zich doodschrikken. Ik ben naar de dokter geweest. Eergisteren. En? Nog een maand of drie, zegt hij. Over al die zwarte plekken. Uitzaaiingen. Ze komen er elke week bij. Grapje? Weet je hoe ze het? Ik ga dat niet aan zijn neus hangen. Hij wordt het wel gewaar. Als het zover is. En als hij niet meer langskomt in de eerstvolgende weken? Dan heeft hij pech gehad. Of geluk. Oh. Otis Redding. Zullen we dansen? Ja. Voorzichtig, ik heb mijn enkel verslikt. Bij het skiën? Nee, bij het basketbal. Nogal roekeloos. It's not just sentimental, no. She had her grief.
Als er maar geen controle komt. Hoezo? Ik heb geen vergunning om te laten dansen. Noem jij dat dansen? Moet volle maan worden over een paar dagen. Of het komt door de lente. Ben je een Soes? Of een Fransjepaan? Nee. Ik heb eerder trek in iets hartigs. Er is een Chinees een paar straten verderop, de hele nacht open. We zouden ook naar mijn huis kunnen gaan. Zoveel hartigs als je maar wil. In de diepvries. Lamskoteletten, tartaar, niertjes. Als ik niet ongelegen kom? Tuurlijk niet. Stel je voor, nee. Goed. Terwijl jij naar de tv kijkt, Frankrijk 1, zal ik het een en ander klaarmaken. Kook je met gas? Nee, elektrisch. Dat kan ik ook. Ik wil me niet opdringen, maar je kunt ook... Als je er zin in hebt, blijf logeren. Dat is lief. Zelf dan maar. Ik moet plassen. Ik denk er niet om hier te gaan, want wie weet wat je daar niet allemaal aantreft. Nee, wacht, voor we gaan, ik moet nog iets bekennen. Ik ben niet altijd wie je denkt dat ik ben. Ik durf nog wel eens jokken. Een leugentje om best wil. Wie niet? Ik stam niet af van hugenoten. Ach... Wat jammer. Ik treed ook niet op in nightclubs in Marrakesh. Nee? Je hebt er wel het figuur voor. Ik ben ook niet altijd een vrouw. Af en toe, om de zoveel weken, wel. Maar vaak ook niet. Nu iets zegt. Ik dacht al zoiets te merken. Maar ik heb mijn lenzen niet in en ik zag het niet zo meteen. Thuis kun je een lekker heet bad nemen. Met schuim. Of heb je liever olie? En je kunt je scheren. Als je dat wil. Als ik niet ongelegen kom? Op je verjaardag? Ik ben eens benieuwd.
MUZIEK